ja, we kijken ze terug op het afgelopen jaar. Ja, een super geweldig jaar. En niet in te denken. Geweldig, het is meer kunnen. Over de boeken te gaan, ondenkbaar. En we zijn heel dankbaar voor alles wat er is gedaan. Oké, okay, ja, en ja, de bus draait is dadelijk af. En ja, de nieuwe, wat wensen ze eigenlijk toe? Ja, de nieuwe. Zij wensen ik eigenlijk heel veel succes toe. Heel veel sterkte vanavond en morgen vroeg. Het is een heel erg nieuw ding. Maar vooral heel veel plezier. Het is super om bierkunde te zijn op Boeko. En ja, de nieuwe, dat vind ik ook geweldig. Dat weet ik nu al. En ik ben heel dankbaar dat ik heb mogen zijn. Oké, okay, dank wel. Nee, blijf even staan, heren. Want ik wist niet dat ze uit je hand uit. Nu al. Ik vind het al heel zombie van. Dan mogen ze hier niet van die waardigheden om doen. Maak dit moment niet in wat je niet al zult. Dat is voor alle nieuwe Joodse gewoon. De 9-10 is om die beerkeuring pak, die zo'n mutsje en een helm. En dan zijn hier voor een kerstverse aan beerkeuring Jules. Geef een applaus. Dankjewel voor de aandacht. Vuur gewoon even naar achter. Hou maar op, Oké. Ja, doen we dadelijk pas officieel al uitgeroepen ja, aan het publiek, maar we hebben het net al kunnen zien. Stel je even voor. Ja, ik ben Jeroen Gubbels. Ik woon al 10 jaar hier op de Boekel. En ik ben dit jaar uitgekozen voor de beerkoning. Ja, oké. Okay. En wie vindt ze dat ze ja, dan beerkoning ja, dadelijk was van Boekel? Och, dat is hartstikke schoon om te doen. Dat is nu de zaterdagavond voor de vastelavond. Dat is een leuk initiatief hier wat georganiseerd werd. Gezellig hier met de mensen van de Boekel feestje vieren in de kaal. En dat dan in het verhaal van een beerkoning is gewoon hartstikke schoon. Ja. Oké, okay, ja. En mogen we hem alvast weten, die slogan? De spreuk van dit jaar hier in Koninkrijk met beer en tieten kunnen ze de hele avond genieten. Oké. Oké, okay, dank u wel. Goed zo, dank je. Die maakt wel voor de minuut. Hoi. Hoi. Ik wil wel even spelen. Oh, ik wil wel even spelen. Goed. Ik kan nog niet. Het is
wel zenuwachtig. Ja, het duurt zo lang, hè. De muziek. Merci, zacht met de muziek. We zullen dat wel weer even vervoeren. Je hebt het naar de eigen baas. Moest ik met zijn sneller. Dat is verklaarbaar. Verklaar. Geurbellen. Dat is sowieso aan de baas. Dan wil ik het nu ook veel sneller van hier is Beer Keuning! En dan besteden we twee onderdelen deze keer. Twee onderdelen. Dus besteden we twee onderdelen. Aan de ene kant is u zijn één onderdeel, dat het Ben van dit. Ja, ja, ja. Wie kiest er eerst? Oké. Ik denk wat toch. Ben. Fijn leerske van deze. Dit is een fijn leerske. Ja, zo goed jongen. Dank je wel. Waar is deel 1? Dat is deel 1. Goed, dan ga ik verder met de rest, dat is een R. Het tweede deel van die spreuk, ik wil hem eigenlijk niet verklappen, dus ik wil eigenlijk de spreuk niet zelf laten. Eigen spreuk die ik heb met te maken. Weer herdraal, de rest kun je doen. Die heeft alles onder de arm. We hebben er net nog een uitvoerig discussie over gehad, dames en heren. Beste kwekker dit. En dan gevolg. Op de laatste ben ik nog door de U-bocht gegangen. Ik heb een heel graag als bedacht. Oh, dat was hem omgegooid, hè? Ik heb hem hartstikke omgegooid. De cameraman heeft hem nu moeten draaien. We hebben er toch redelijk ludiek weten draaien. Hier staat het. Dit jaar hier voor de Koninkrijk van de Beerkeuring zeggen we met een glaasje bier. En een paar zoontieten kunnen ze er heel over genieten.